Hey en welkom bij weer een nieuwe video van deze gloednieuwe serie waarin ik met een piano, de microfoon en natuurlijk een lekker bakje koffie op werkbezoek ga bij mijn collega's. Allemaal met diezelfde passie in muziek maken. En vandaag mag ik op bezoek bij Meike van der Veer in het schitterende Utrecht. Meike, lang geleden. Inderdaad. Wat leuk dat we hier, waar zijn we eigenlijk? We zijn bij de Sterrenwacht hierachter in Utrecht, aan de Singel. En, een van de mooiste plekken in Utrecht. Dat vind ik wel, ja. Sowieso hier ga je het park in en dan richting Lepelenburg park. En dat vind ik ook een heel mooi stukje. Heb je hier ook altijd gewoond? Ik heb tot mijn 18e in Houten gewoond. En nu woon ik dus al vanaf toen in Utrecht. Wist jij altijd al dat je wilde zingen? Ik denk wel dat ik het altijd wel wist. Want ik, zover ik weet van mijn moeder, is dat ze zei dat ik vanaf mijn derde... Nou ja, zo'n beetje dat ik echt een beetje ging praten, dat ik ook al aan het zingen was. Dus dat was wel vrij snel duidelijk. En toen ik op de basisschool zat, toen schreef ik al in de vriendenboekjes van wat wil je laten worden, zangeres. Dus ik wist het al wel heel snel. Nou weet ik dat jij ook ontzettend goed in de visagie bent. Hoe is dat ontstaan? Nou, ik wilde eigenlijk de rockacademie gaan doen toen ik van school afkwam. En toen vonden ze me nog iets te jong. Dus toen dacht ik, ja, ik wil toch misschien even een backup. En ik vind vooral het grimeren, dus en het ouder maken, wonden maken, dat soort dingen vind ik heel gaaf. Maar als je moet kiezen, wat is dan je grote passie? Ja, het zingen natuurlijk. Ja. Wie zijn jouw inspiratiebronnen? Nou, ik was al heel vroeg geïnteresseerd eigenlijk in oude soulmuziek. En nou ja, mijn leeftijdsgenoten hadden daar helemaal niks mee. Maar ik luisterde dat altijd, ook wel omdat mijn vader blues luisterde, denk ik. Dus het wel geïnspireerd door mijn vaders muziek. Dus mijn idolen, mijn inspiratiebronnen zijn toch wel Aretha Franklin, Etta James, Gladys Knight, maar ook Whitney Houston. Ja. Jij organiseert ook zelf concerten al heel lang? Ja, ik organiseer nu al iets van 7 jaar Meike and Friends. En dan nodig ik vrienden uit en dan heb ik een band daar staan. En dan zijn vaak 3 artiesten die ik uitnodig. En een hele verzorgde avond, dus met allerlei artiesten. En dat is superleuk, want zo kan ik ook altijd uitkiezen wie ik gaaf vind, wie ik dan weer langs zie komen. Ik denk, oh, die zou ik wel een keer erbij willen hebben, want ik mag ook altijd duetten meezingen. Dus mooi dat ik dat mag doen ook vanuit het theater in Houten. Ja. Jij hebt ook meegedaan aan The Voice. Hoe was dat voor jou? Heeft dat voor jou veel opgeleverd? Nou ja, sowieso is het gewoon heel indrukwekkend als je met zoiets meedoet. Wij wisten helemaal niet nog wat we konden verwachten. Dat was natuurlijk nu wel heel duidelijk met de stoelen en alles. We wisten eigenlijk helemaal niks. Behalve dat het met een live band zou zijn. En dat vond ik heel interessant. En dat het echt om je stem zou gaan. Dus daarom heb ik meegedaan. Ja, en dat het dan zo'n succes wordt en dat je dan ver komt, dat is niet te beschrijven. Soms kan ik het nog steeds niet bevatten. We mochten toen ook concerten doen in de Heineken Musical, AFAS Live nu. En ja, dan staan er 5000 mensen met lampjes zo en dan sta je daar te zingen met een grote band. Dat is echt, gelukkig kun je me niet maken. Ik was toen alleen wel jonger en ook wat naïever, dus dat hielp ook wel, denk ik. Want ja, je hebt gewoon geen idee wat voor impact het heeft. En stond er toen best wel nuchter in, dus dat was ergens ook wel fijn. En jij schrijft ook eigen liedjes? Ja, samen met mijn producer. En wanneer kunnen we wat van jouw eigen werk verwachten? Nou, vrij binnenkort eigenlijk. Met een single kom ik dan nu. En uiteindelijk met het album. En ik hoop nog dit jaar. Wat is voor jou de meest toffe samenwerking tot nu toe in je carrière? Dus denk ik toch wel met Kenny Dulfer. Heb ik een paar keer mogen spelen. Ja, ik vind haar gewoon sowieso als vrouw heel gaaf. En hoe zij muziek maakt natuurlijk. Dus en ook echt wel zo'n een wereldartiest. Hè? En toen ik wat jonger was, ik was altijd heel erg fan van Treintje Oosthuis. Ja. En ik mocht toen een keer ook met haar zingen in Beaufortuis in Austerlitz. En dat is me ook altijd bijgebleven, omdat het gewoon, ja, zingen met iemand die je echt zoiets hebt van wow, qua inspiratie in Nederland, was zij dat wel altijd, ja. Waar zou jij over 5 jaar willen staan in je carrière? Nou, ik denk dat ik nog steeds over 5 jaar wel gewoon speel zoals nu en dat wordt alleen maar meer, dus dat vind ik heel erg leuk. Verder doe ik ook nog best wel wat voice-over werk, dat vind ik ook heel leuk, dus dat ik commercials inspreek en zo, dus dat zou ik ook nog wel blijven doen. En verder hoop ik gewoon nog meer met mijn eigen werk te kunnen doen. Ja, wat echt mijn droom is, is om een theatertour te doen. En dat kan dus zijn ook met eigen liedjes, maar dat kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld het werk zing van een bekende artiest. Maar dat lijkt me gewoon heel gaaf. Ik hou van het theater met mensen, zeg maar, die interactie en ja. Je hebt gekozen voor een liedje van Marvin Gaye, You're All I Need To Get By. Ja. En dan in de versie van Aretha Franklin. Toen ik mijn hele lijst doorging van wat vind ik nou leuk om te zingen, toen dacht ik,
eigenlijk wel iets van Aretha, omdat een klein soort eerbetoon ook natuurlijk, omdat ze onlangs overleden is. Ja, dat nummer heeft me altijd wel heel erg geboeid. Ik heb het ook toen gedaan, een van mijn eerste zanglessen heb ik het gedaan, toevallig. Daar dacht ik nog aan. En dat ik zoiets had van, als ik die nou kon zingen, dan dan zou dat wel heel gaaf zijn. En nu kan ik hem zingen, tenminste. Dat mogen de mensen beoordelen, maar ja, zullen met die gedachte, ja. Let's go. We got a love of some R-E-S-P-C-T-O. Like sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. With my arms open wide, I threw away. I sacrifice for you, dedicate my life to you. I won't go where you lead, I'll be right there in a time of need. And when I lose my will, you'll be right there to push me up that hill. There's no looking back for us. We got a love and sure enough, that's enough. Protects his nest. For you, I do my best. Stand by it like a tree. Anybody that try to move me, and darling, that you I found. Straight for I was torn down. Don't know what's in store, but together we can open any door. Just to do what's good for you, I inspire you a little bit higher. I know you can make a woman. Klopt, Maaike. Ik vond het echt super gezellig. Dankjewel dat we hier mochten zijn in je woonkamer. Ja, super leuk dat jullie hier waren, want wanneer ga je nou in je eigen woonkamer een opname doen? Dat is wel te gek. Vond je dit ook een leuke video? Vergeet dan even niet jezelf hieronder te abonneren. Of laat een reactie achter wat je ervan vond. En geef je duimpje. Doei. Die kat staat op mijn keel. Heb je er last van? Box.